Oké, goed. Inmiddels is de vlog geëdit en video opgenomen en geëdit voor de 20ste, want er was eigenlijk geen video aan. Maar, superleuk, want ik ben ergens dus gitaarles aan het geven. En ik vind het superleuk. Dus, het gaat best goed. We gaan nu even wat eten. We hebben allebei wel trek. Tenminste, ik wel. Dus, we gaan even lekker wat eten. Nou jongens, ik heb Ashna teruggebracht naar de metro. Tenminste, even met haar meegelopen. Even dit terug in mijn tas doen. Zo. Twee dingen. Allereerst gitaar al. Ik heb twee gitaarstrips. En dat is deze roze. Jouw voor reserve. En de oranje. Ash heeft natuurlijk voor haar gitaarspullen besteld. En toen zei ik van, oh, doe dat voor mij ook gelijk. Dus ik heb een oranje en een roze. Ik vond die roze ook wel vet. En ik heb deze popsocket besteld. En dit zwarte hoesje, want ik had geen zwart hoesje meer. Maar deze popsocket heb ik besteld. En ik vind hem super cute. Het is een dierenpootje. En aangezien jullie wel vast wel weten hoe erg ik van diertjes hou, zag ik deze en ik vond hem super, super cute. Dus die heb ik besteld. Ik vind het wel weer fijn om een popsocket op mijn telefoon te hebben. Dus dat. De telefoon is opladen, want die is leeg. Ik heb even wat siroop gemaakt, want ik had echt heel veel dorst. Ik heb niet veel gedronken vandaag. Maar het is nu 5:10. En we gaan zo meteen ook eten. Het is natuurlijk zo meteen al wel weer tijd om te gaan eten natuurlijk. Dus dat gaan we zo meteen lekker doen. En voor de rest hou ik denk ik lekker mijn gemakje. Ik wil wel mijn ketting even wisselen. Ik had vanmorgen deze om. Het diamantje. Want ik wil die andere dus gaan laten graveren. Het halve hartje. Ik zet jullie even op het glas. Dat halve hartje wat ik nu om heb. Want. Dus ik wil hem nu niet te veel gaan dragen. Anders gaat hij beschadigen. En dat zou ik echt zonde vinden. Maar ik wil hem aan de ene kant ook wel heel erg graag dragen. Maar ik wil hem graag aan dat kettingje doen wat ik heb. Maar dat kettingje is wit goud. En. Dit spedeltje is zilver. Ik kan trouwens ook gewoon deze eventjes omdoen. Dit is ook wel leuk om te doen, denk ik. Dit is ook wel tof om te doen. Ik denk dat ik die even omdoen en deze even ophang, dit half hartje. Of niet, ik twijfel, ik weet niet. Ik vind hem zo leuk. Ik weet niet of deze. Of het halve hartje. Ik denk toch het halve hartje. In plaats van deze. Alhoewel ik deze ook heel erg leuk vind. Deze is zo cute. Steentje. Ik hou deze wel om. Ik wil even wachten met deze omdoen zodat ik hem kan laten graveren en zodat hij dus niet kapot gaat. Ja, ik denk dat het slimmer is, want anders gaat hij beschadigen en dat is zonde. En dat willen we niet, dus deze ga ik lekker netjes in mijn sieraddoosje doen. Zodat hij lekker netjes blijft. En dan heb ik voor de time being deze om. Ga ik wel even vertellen tegen degene met wie ik het hartje deel. En dat ga ik jullie binnenkort vertellen. Nog niet nu, want dat is toch allemaal geheim. Dus ja, ik heb deze nu weer om. En dat is ook schattig. Al zeg ik het zelf. Oké.
goed, we hebben een heerlijke avond gegeten. En ik heb mijn tasje wel in mijn middel, want we gaan even boodschappen halen. Ik heb mijn rode telefoonhoesje er weer eens omgedaan. Maar we hebben dus een paar boodschapjes nodig. We hebben niet heel veel nodig, maar wel wat. Dus we gaan even boodschappen halen. Moet ook gebeuren. Goed, we zijn in de Lidl. En ik ben even alle statieflessen aan het inleveren. Het zijn er aardig wat. We hebben 3 kassen vol. Maar boodschappen halen, we drinken nodig. We hebben spruit en groenten nodig. Dus dat gaan we nog allemaal halen. Tas nummer 1 is leeg. Tas nummer 2. Thuis met mijn cookies. Ik had de laatste tijd zoveel trek om weer gewoon lekker een koekje te eten. Maar we hebben dat niet zo heel veel meer in huis de laatste tijd. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker 2 pakken spritsen meenemen. Om een lekker koekje te kunnen eten. Want dat heb ik echt, daar heb ik zoveel trek in. Gewoon een lekker koekje smikkelen. Dus het is nu 19 minuten over 9. Of 19 minuten over 7. 7 alweer? Serieus nu wel? Dat is best snel. Dus ik ga lekker mijn laptop even aanzetten. Of in ieder geval even een YouTube video kijken. En lekker een koekje eten. Want ik heb het gek in koekjes. Goed, het is inmiddels avond. Ik heb mijn slaapshirt al aan. Ik moet alleen mijn broek nog even switchen. Maar ik ga lekker slapen, jongens. Het is inmiddels 10:45. Ik heb nog met Ash gebeld om haar nog verder gitaarles te geven. Want ze kwam niet uit een paar dingetjes. En dat is logisch, want het is pas haar eerste dag. En ik moet zeggen, de akkoorden die ze moet kennen voor het liedje die ik er ga aanleren, die kent ze nu onderhand wel. Het gaat nog niet heel vlot, maar ze weet ze wel achter elkaar langzaam vast te pakken. Dus dat vind ik al heel erg knap van haar. Ze leert heel erg snel, dus dat is wel heel erg fijn. En leuk voor haar natuurlijk ook. Het is leuker dan dat je continu maar op hetzelfde blijft hangen. Dus dat is helemaal top. In ieder geval, ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!